Maar je naast wel. Ja, dat ga je wel verpesten. Als je nu op de brug staat, dan zie je er niks van. In de zon helemaal niet, want dan is de haag is vol. Ja. Ja, de ruimte. Ja. Met de verbouwing is er ook een schoonheidscommissie geloof ik nog geweest om te kijken van jongens of dat allemaal zo wel kon. Ja, ja. Maar die zonnebril mag je gewoon op je dak leggen. Nee, daar kijkt niemand naar. Dat doen we niet. Nee, dit is mooi. Ja. We zijn heel blij met deze oplossing. We hebben daar de grond in, wil minder onderhoud en hebben gezegd van nou, dan leg ik een zonnebril in de tuin. Ja. Ik heb ook een vergunning voor hem, maar dat werkt prima. Ja. Dus we hebben ook echt nodig te meten. Zolang het duurt. Dan is begonnen, dus dat is leuk. En de afstand, omdat je wel je water daar verwarmt en hierheen, verlies je daar heel bij? Ja, natuurlijk heb je verlies. En ik heb daar ook een collector liggen voor verwarming en tapwater. Dus vanaf april hebben we eigenlijk ook geen warmtepompen nodig om warm water te maken. Maar je hebt natuurlijk verlies. Dat is gewoon, dat is zo. Dat is niet anders. Maar vanaf april tot en met oktober hebben wij dus geen kosten aan de warmtepomp voor stroom. Dus we hebben veel heel weinig nodig. Ja. Nou is dit wel zo gemaakt, het kan ook wel met minder. Dus het is wel een beetje. Het is een stukje hobby van mij, dus ik kijk niet overal. Ik heb een klant, zou ik een lightversie adviseren, wat dan ook doen. Hoef je niet alle toeters en bellen erbij te hebben, want je moet geen machinist hoeven te zijn om zoiets aan het draaien te kunnen houden. Maar als je nou. Voor het CDA, hè? Wij denken ook aan de mensen met een kleine beurs. Ja. Hier kan alles. Maar als je nou begint, wat is nou het belangrijkste wat je doet? Je begint sowieso met isolatieverbetering. Daar moet je op focussen. Dat is gewoon altijd de basis. Want als je een kerel vervangt door een warmtepomp, dan heb je wel een gasloze oplossing. Dat kan allemaal, maar besparing heb je bijna niet. En dan krijg je dus een leuke uitzending. Dus dat gaat alleen maar in combinatie met andere radiatoren. Dan moet je dus echt wel. Dan moet je echt wel. Ja, je kunt het heel mooi faciliteren in stappen doen, dat je zegt van nou, als een vloer versleten is, kies ik voor vloerverwarming. Dan gooi je de radiatoren eruit, vloerverwarming erin, kun je een tijdje draaien op een ketel. En na 5 jaar, als je er aan toe bent, zeg je van jongens, zet er nu een warmtepomp in. Dat kun je heel mooi faciliteren. Okay. En anders, het is toch wel investeren. Ja. Daar wel investeren voor doen, maar dat is eenmalig en dan kun je echt 50 jaar gewoon verder. Ja. Met geen buiten zitten aan. Maar met zo'n boiler van 800 liter heb je tenminste ook dat je gewoon altijd warm water hebt. Nou, het is geen. Je zit eigenlijk is zo dat koud water hier doorheen gaat. Als je de verwarming aan hebt, dan is het water 35 graden bijvoorbeeld. Dat is heel laag. En dan kan ik alles weer warm krijgen. Door die vloerverwarming. Dan wordt het. Dan is het koud eraf. Het water komt met noem maar 7 graden, dan komt het binnen in de winter. Hè. En dan gaat het hier doorheen, dan is het al voorverwarmd en dan gaat het. Door het plafond heen gaat het naar die warmtepomp en hier zit een bord. Aan Ormel, kandidaat voor de Europese verkiezingen. Waar staat u eigenlijk voor het CDA? Wat, qua lijst, qua nummer? Ik sta op nummer 6. Ja. En ik wil dus voor de Achterhoek Europa in. Ja. Ik ben nu werkzaam in Rome voor de Wereldvoedselorganisatie. Ja. Maar ik ben jarenlang dierenarts geweest in Hengelo, Gelderland. Ja. En ja, alle Ormels komen uit Aalten natuurlijk. Ja, dat klopt. En ze zijn ook heel politiek actief geweest, ook in de Raad van Aalten. Ja. Wat is de aanleiding om hier eigenlijk nou te zitten of te komen? Ik ben vandaag hier ter ondersteuning van de campagne voor de Provinciale Staten. Ja. Die campagne die is op 20 maart, dus ga allemaal stemmen. Ja. En ook om te laten zien dat het CDA is actief op alle lagen waar het bestuurd wordt. Dus we zijn in de gemeenteraad actief, we zijn actief in de provincie, we zijn Tweede Kamer en ook in Europa. En dan zou het heel mooi zijn als in Brussel een Achterhoeker zit, want ik kan de mensen hier rechtstreeks vinden. Ja, maakt het wel het verschil? Dat maakt verschil, zeker. Want, maar je bent een van de zoveel natuurlijk die daar in Brussel of in Straatsburg zit. In Brussel, daar, in dat parlement, zitten straks 705 parlementsleden. Ja. Daarvan zijn er maar 29 uit Nederland. Ja. Het CDA is vertegenwoordigd in de grootste partij in het parlement. Ja, dus de EVP, hè? De EVP. Dus als ik daar ben, dan kan ik rechtstreeks in contact zijn met Duitse collega's. En dat is enorm waardevol. Dat doe je er echt. Nou, tegenover ook van het CDA uit Berkeland. U bent ook bekend van de kleine kern. Wat is uw naam? Mijn naam is Johan Vennevetlo. Ja. En ik ben bijna vier jaar lid van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel. Ja. En ik ben weer verkiesbaar voor de volgende periode. En ik sta op nummer 5 op lijst 1. Ja. Waar staat u eigenlijk voor?
Nou, ik kan zeggen dat we drie dingen hebben die erg belangrijk zijn. Dat is veiligheid. Dat is onherroepelijk. Dat is absoluut het allerbelangrijkste. Ja. Veiligheid, de dijken voldoende hoog. Mensen moeten veilig kunnen wonen en geen last van het water hebben. De tweede is duurzaamheid. Dat is absoluut een hele belangrijke. En we hebben het ook gezien het afgelopen jaar met de enorme droogte die er is. Ja. En daar staat tegenover dat er ook regelmatig enorme hoosbuien zijn. Ja. Die twee hebben met elkaar te maken. Hoosbuien, daar zeiden we vroeger van, nou die komen één keer in 100 jaar voor. Maar we zien dat ze nu om de zoveel jaar voorkomen. Met enorme hagelbuien, veel schade. Dus daar moeten we echt veel aan doen. Als ik daar nog even op inhaak, is waterberging in degen dan ook heel belangrijk om die vast te houden? Dat is buitengewoon belangrijk om het water vast te houden in tijden van droogte. Ja. Ja. En daar wordt ook steeds meer aan gewerkt. Wij willen, en je ziet ook dat we steeds minder willen aan het ouderwetse systeem van dijken. Maar dat het water ook de ruimte krijgt. En dat is absoluut een belangrijke. En het derde punt wat ik hier noem is de betaalbaarheid. Die betaalbaarheid is van cruciaal belang. Je kunt alles wel willen. Ik heb gezegd, veiligheid is belangrijk. Duurzaamheid is belangrijk. Maar het moet ook allemaal betaald worden. En kijk, laten we zo zeggen, alle luxe dingen kunnen niet. Ja. Maar moet, en dat doen we, en dat gaan we ook zeker doen. En waar we ook dingen kunnen combineren, ja, zaken kunnen combineren, dan moeten we dat vooral doen. Ja. En ik zeg daarbij, dat moeten we doen met de andere overheden, de gemeenten en de provincie. En als wij projecten hebben, ook met de bewoners, met de inwoners van de dorpen en steden. Ja, over die betaalbaarheid. Dus dat betekent dat u daar ook gaat kijken naar bijvoorbeeld fondsen voor minima en startende bedrijven die bijvoorbeeld die duurzaamheid, die duurzame energieprojecten kunnen realiseren? Ja, maar ik bedoel in dit geval dat ook de waterschapsbelasting niet zomaar onnodig naar boven moet. Wij moeten gewoon zuinig zijn. Ja? Wij willen een minimale verhoging zoals we dat de afgelopen 4 jaar ook hebben gedaan. Ja. En niet extreem vervolgen. We willen gewoon zuinig zijn met het geld wat binnenkomt en dat willen we goed besteden. Gewoon volgens de inflatie? Ja, die inflatie. We hebben jaarlijks, en dat is normaal een 3% verhoging, ja. Dat hebben we 4 jaar geleden ingezet en dat willen we ook, en dat is ook de inzet voor de komende 4 jaar. Hoe ziet u de komende weken voor u uit? Dat wordt natuurlijk troppen dagen eigenlijk, hè? Terwijl we in het voorjaar zitten. Wij moeten nog ruim anderhalf week in de campagne en we zetten dus alles op alles omdat we het erg belangrijk vinden. Het waterschap, we hebben het gemerkt afgelopen zomer hoe belangrijk het waterschap is. En het CDA, ik heb net de 3 punten van het CDA genoemd. Dat is veiligheid nummer 1, duurzaamheid en betaalbaarheid. Dat zijn echte slogans en dat zijn geen loze kreten. Daar wordt invulling aan gegeven, daar is invulling aan gegeven en dat willen we ook de komende jaren blijven doen. Ja, komende 25 maart hebben we over de grens weer. We hebben ook al grensoverschrijdende activiteiten. Bijvoorbeeld die spoorbaanverbinding Winterswijk-Balken, waardoor er een wens is van een aantal groepen hier dat die weer heractiveerd wordt. We hebben ook over gehad over de A-strang, eventueel voor de pleziervaart, dat je daar van Ulft eventueel naar Dinxperlo kunt. Dat gaat u allemaal nog richting 25 maart ventileren, wat u ervan vindt? Dat zal ik 25 maart ook wel wat van zeggen. Ik vind, het zijn belangrijke zaken en ik wil er graag op uw verzoek 25 maart wat van vinden. Goed, nog bedankt en veel succes. Graag gedaan.